Het is zulk een ontzaglijk werk dat de eeuwen door daar in Azië en in het Westen verricht is geworden door een handjevol mensen. Want wat zijn tenslotte die enkele tienduizenden werkers onder een bevolking van nu ongeveer 65 miljoen zielen? En toch zijn het die mannen, bijgestaan vaak ook door hun vrouwen, die erin slagen om daar in het verre oosten en in het westen de beschaving, de cultuur te brengen die nodig is om die wolken op te heffen tot hoger pijl. Dat moet het Nederlandse volk weten. Het moet bekend worden gemaakt met die grootste taak die daar vervuld is en nog dagelijks vervuld wordt. Die grootste taak? Ja, die bestond er ook uit dat het gepacificeerd werd. En dat ging niet bepaald zachtzinnig. Die koloniale... Een raar woord eigenlijk, hè? Gepacificeerd. Ja, zeker. Dat was... Maar dat was ook niet hun vrede, het was onze vrede. Ja. Dat is wat Verkuil zegt. En waar gehakt wordt van de Spaanders? Nou, er werd erg gehakt. Ik heb een patiënt gehad die de militaire Willemsorde had gewonnen in Atjeh. Na de oorlog in Atjeh in 1904 terugkwam naar Nederland en met die onderscheiding een hele goede baan kreeg als portier bij een grote maatschappij. En toen die man wat ouder werd en een beetje begon te dementeren, toen wist hij van die 50 jaar bij die maatschappij niks meer. Maar dat hoogtepunt in zijn leven was het moment waarop hij in Atjeh over de houten afschutting van dat fort kroop en met de kleewang de mensen neersloeg en de lijken in de kali gooide. Dat ooit in zijn leven had hij aan de andere kant van de wereld, dat we zeggen, een heldendaad verricht. Als eerste was hij eroverheen gekomen onder aansporing van zijn luitenant en daar had hij die ridorde mee verdiend en dat was het hoogtepunt van zijn leven. In Atjeh is er nog een oorlog. Er zijn nu massagraven van tienduizenden Atjehers ontdekt door het Indonesische leger, waarschijnlijk in de afgelopen jaren vermoord, omdat men het onafhankelijke Atjeh ook wou pacificeren met de Indonesische vrede. Maar het is een gruwelijke oorlog, een vuile oorlog. Waar Colijn natuurlijk ook, dat is het onlangs opeens, heeft dat aandacht getrokken, dat Colijn daar ook vuile handen heeft gemaakt. Ja, het is geen echt nieuws, ook van Heuts, laat zich ook in de Kamer is er toen geprotesteerd tegen de wijze waarop daar werd opgetreden. In de Nederlandse samenleving is dit nooit als normaal beschouwd. Maar ja, het was een noodzaak om daar vrede te stichten. Die vorsten waren soms ook heel wreed. Op Bali verbranden ze hun weduwe. Maar waar het om gaat is, laten we zeggen, die brieven die nu naar boven zijn gekomen, waarin hij als een vrouw schrijft, daar ergens op Lombok of op Bali, daar wordt dus een tempel, een paleiscomplex wordt aangevallen en dan verdedigen zich vrouwen en kinderen. En dan kan hij helaas niks aan doen, maar zijn troepen, zijn Ambonezen of zijn Madurezen, die steken dus 10, 20, 30 vrouwen met hun kinderen neer of ze schieten ze neer. En het meest gruwelijk eigenlijk vind ik dat hij zich omdraait en een sigaartje opsteekt. Het gaat hem niet aan. Het is vuil werk, het moet gedaan worden. Het is alsof er ratten worden verdelgd en die maar even een andere kant op kijkt, want het is geen aangenaam gezicht. Ja. En dat zeggen de diepe verachting voor mensen, ze te beschouwen als untermenschen die maar beter afgemaakt kunnen worden, dat is natuurlijk de kiem van alle kwaad. Ja.